En dan de Champions League. Ajax opent tegen de zwaarst mogelijke tegenstander. De kampioen van het jaar ervoor, AC Milan. Voor Frank Rijkaard een weerzien met oude bekenden. Het Olympisch Stadion is helemaal uitverkocht. Van het Hollandse trio bij Milan, Gullit, Rijkaard en Van Basten is alleen Gullit nog over. Maar hij heeft het zwaar. Ajax is in de eerste helft de dominante ploeg. Overmars. Steeds met twee man bij zich. Davids door, Davids door, Davids door. Bal naast. De ruststand is 0-0. Ajax blijft tegen het grote Milan gemakkelijk overeind en is ook in de tweede helft de betere ploeg. Kluivert. En daar is de kans. Ronald de Boer. En daar is de goal. En het is 1-0. De opening is daar. Het geduld van Ajax is beloond. En Ronald de Boer, na de goede combinatie met Patrick Kluivert, is de man die het doelpunt op zijn naam schrijft. Kluivert. En Finidi George. Liedmanen. Dreigde even buitenspel. Natuurlijk zeker niet voor Overmars. Goeie voorzet. En Liedmanen scoort. 2-0. Het werd wel weer eens tijd dat Jari Liedmanen scoorde. En dit zal voor hem ook een geweldige persoonlijke opluchting betekenen. Overmars. Het komt inderdaad van de vleugels. Van het hoofd van Baresi. Neemt Liedmanen hem ineens op de linkerpantoffel. 2-0 is een marge waar je mee door kan natuurlijk als Ajax zijnde. Heel goed meeverdedigd door Finidi George. Liedmanen. Bal moet naar Overmars. En gaat daar ook naartoe. Overmars. Schot is van Boban in dit geval van AC Milan, heeft Ajax weinig meer te vrezen. Ajax wint uiteindelijk met 2-0. Rijkaard heeft zijn oude ploeg verslagen en viert samen met de jonkies van Louis van Gaal feest. Van Milaan winnen, dat is onbeschrijfelijk. Kijk, dat is altijd heel leuk om tegen Milaan te voetballen en dan 2-0 winnen, dat is fantastisch. Ajax kan dit dus ook, geduldig spelen, ingetogen spelen. Dat is buitengewoon aardig bij de start van de Champions League. Dat hebben we altijd gekund. Alleen, je moet het niet zo zien dat spelers computers zijn. Die hebben de vorm van de dag nodig. En als je die hebt, dan denk ik dat Ajax iedereen kan verslaan. Dat zei ik ook voor de wedstrijd trouwens.